Waarom is een goede zithouding bij drummen heel erg belangrijk? Ik spreek uit ervaring, ik zat het liefst lekker onderuit, lekker zo te spelen zo, totdat ik niet langer dan een half uur kon spelen. En dat was mijn lust en mijn leven. Dus ben ik met mijn leraar aan een goede houding gaan werken. We bewegen met onze handen en voeten en als je met een kromme rug zit of je zit niet goed, dan krijg je last van allerlei kwaaltjes in je lijf en dat is zonde. En drummen is best een zwaar instrument, dus we moeten het volhouden. Dus een goede zithouding is heel belangrijk. Bekijk de filmpjes over hoe hoog moet je kruk zitten, hoe zit je achter je drumstel en hoe stel je je drumstel af. Ga ze alle drie bekijken. Succes!